Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij EK Voorspellen. Het is weer tijd en we gaan kijken wat er is gebeurd in de achtste finales van het EK. En natuurlijk de wedstrijden die we moeten gaan voorspellen. Laten we eerst maar eens naar de uitslagen gaan kijken. Ja, het was een bijzondere achtste finales in ieder geval. We hebben allemaal heel weinig punten gehaald in ieder geval. België-Portugal werd 1-0 en Italië-Oostenrijk 1-1. En dan na verlenging werd het 2-1, dus Italië is door. Frankrijk-Zwitserland werd 3-3 en Zwitserland won naar penalties. Weergaloos. Kroatië-Spanje werd ook 3-3 en dat won Spanje na verlenging. Zweden-Oekraïne werd 1-1 en dat won Oekraïne met 1-2 na de verlenging. Engeland won met 2-0 van Duitsland, dus Duitsland is ook uitgeschakeld. En Nederland natuurlijk ook, wat echt super sad is. Die hebben met 0-2 verloren van Tsjechië. En Wales verloor met 0-4 van Denemarken. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. Stan die staat nog steeds bovenaan met 37 punten. Dan kom ik met 32 punten. Luc heeft 31 punten. Romano 29. En Jesper, Jarno, Dilano en Massimo hebben 28 punten. Voor de mensen die nieuw zijn of de mensen die het niet weten. De rest van de stand staat in de beschrijving in een linkje. Dus check die eventjes als je de rest van de stand wil weten. Dan kijken we naar de kwartfinale. Wedstrijden. Natuurlijk nog 4 wedstrijden te gaan. België ontvangt Italië. Zwitserland moet tegen Spanje. Oekraïne moet tegen Engeland. En Tsjechië moet tegen Denemarken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.